3 FM. Giel Beelen gaat vanaf aanstaande maandag een poging doen om meer dan 190 uur non-stop raad te maken. En bij deze kunnen we zeggen, omdat ja, wij bestaan 8 jaar, wij gaan vanaf dinsdag een poging doen om 101... Nee, Giel. Hey jongens, goedemiddag. Ja, ik denk je bent knettergek, als ik heel eerlijk ben. Ja, maar dat was toch op zich wel... Ja, dat is ook geen nieuws meer, hè? Nee, dit was echt wel... Ik vind het echt een mooi moment. Zeker ook natuurlijk om het terug te veroveren voor Nederland. Maar het is wel iets wat ik als klein jongetje eigenlijk al mee bezig was. Toen ik Radio Dekker had, wat een niet bestaande radiostation was. In de Dekkerstraat, waar ik woonde. Toen mocht ik in de vakantie radio maken wat ik wilde. En dan ging ik al dan Dekkers 30 doen. Dan ging ik 30 uur achter elkaar uitzenden. Dan was ik 10, 11 of wat dan ook, weet je wel. Dus... Ja, dit is wel iets... Ja, een dream come true. Tenminste, als ik het ga waarmaken. Maar een poging doen vind ik al echt gaaf. Ja. Nou, delen wij de redactieruimte. Dat wil zeggen, wij zitten sinds kort naast elkaar. Dus wij weten ook een beetje hoe die voorbereidingen gaan. Ja, waar, dat is... Ja, dat ligt er niet om. Dat is zo ongelooflijk heftig. Even een paar voorbeeldjes. Hier bijvoorbeeld, de studio wordt ook echt aangepast, hè? Bijvoorbeeld het licht wordt aangepast. De boel wordt afgeplakt. Ja, Twan is de man. Twan is iemand die ben ik op het spoor gekomen omdat het officiële record in het Guinness Book of Records zelf staat als Peter van der Veer, onze Belgische collega ook. En daar heeft Twan geholpen en die heeft ervan geleerd en gaat het nu nog beter doen en ook voor zijn eigen land. En die gaat inderdaad een soort lichtkoepel plaatsen in de studio. En daar kan hij dan een beetje mijn brein mee fucken door bijvoorbeeld 's nachts toch extra licht te geven en dat ik denk, joh, wat is het overdag? Op hoeveel slaap heb je eigenlijk recht? Nou, in totaal, als je dus voor die 8 dagen gaat, voor die meer dan 190 uur, dan heb je geloof ik iets van 6-7 uur slaap in totaal. In totaal? Ja, in totaal. Ja, nee, oké. Okay. Dus het is dan om de dag, je gaat sowieso een nacht doorhalen en dan mag je die volgende nacht 2-3 uur slapen. Dus misschien is het wel 9 uur in totaal, maar goed, het is nog steeds niks. Het is echt, het slaat helemaal nergens. Maar even, je hebt het over Twan gehad met zijn lichttherapie. Daar komt een slaapbegeleider, een diëtiste, je krijgt een uitgestippeld dieet, er is een masseur, artsen zullen er aanwezig zijn, gelukkig maar. Er is natuurlijk een notaris, en je zoekt ook nog getuigen, hè? Ja, dat is iets, dat moet allemaal. Kijk, dat is allemaal volgens de Guinness Book regels. En dan moeten er 2 getuigen zijn die verder niks met die actie te maken hebben. Ik zat te denken aan gewoon luisteraars die dan gewoon de bekende bankgast mogen zijn. En die kunnen zich nu al via de 3FM-site aanmelden. Ja. 3FM.nl/getuigen. Dan vraag ik me toch af, Giel, want je gaat, volgens mij ga je het halen. Ik hoop het. Ik vind het doodeng, want ik weet eigenlijk door 10 jaar vroeg opstaan als geen ander hoe belangrijk slaap is. En ik heb ook best wel eens, eigenlijk stel ik mezelf constant op de proef. Maar ik weet altijd wel, als je een nachtje doorhaalt of weinig slaapt, dan moet je dat op een gegeven moment compenseren. Ik heb dit echt nog nooit gedaan, dus dit wordt echt het heftigste ooit. Hoe gevaarlijk is het, Giel? Nou, het is ook echt wel gevaarlijk. Ja. Ik sta nu voor het Slotervaartziekenhuis waar ik straks naar binnen ga. En dan krijg ik een EEG-scan en dan gaan ze testen of ik gevoelig ben voor epilepsie. Ik ga vannacht al niet slapen, zodat ik morgen weer naar het ziekenhuis ga. En dan gaan ze kijken wat dat sowieso met mijn lichaam doet. En kunnen ze ook vaststellen hoe mijn slaapcyclus is. Dus wat dan slim is om hoeveel minuten te slapen en zo. Het is, het is zeker gevaarlijk. Je kan in de psychose raken. Als je aanleg hebt voor depressiviteit, dan moet je het sowieso niet doen. Want dan kom je er waarschijnlijk sowieso in terecht in zo'n soort cirkel. Zijn er mensen in jouw omgeving? Misschien collega's, maar misschien ook wel familieleden die hebben gezegd, Giel, doe het niet? Nee, niet zo concreet. Omdat, weet je wel, mensen kunnen het afraden. Maar zien ook een soort twinkeling in mijn ogen. Ja. En mensen in mijn omgeving kennen me ook. En die denken alleen maar, oh god, kijk toch uit. Maar jij hebt heel stoer op de redactie geroepen, riep jij van ze halen me maar met de ambulance weg. Want eerder ga ik niet weg. Meen je dat? Nee. Ja, dat meen ik oprecht. Kijk, als jij niet begint, dan moet je er wel ook voornemens in zijn om dat af te maken. Kijk, zwaar zal het zijn, nogmaals, dat weet ik als geen ander. Maar ik moet dat gewoon gaan flikken, ja. Ja. Ja, en dat is ook precies, en ik bedoel, dit is dan wel heel erg mijn grens verzetten. Maar dat is wat ik hier graag nog even wil herhalen. Ook wat ik hoop dat andere luisteraars doen, niet zozeer hun grenzen verleggen. Maar wel die week, die recordweek gebruiken om op je eigen manier te doen wat je wil bereiken. En dat kan een record zijn hoor, dat zou ik lachen vinden als we nog weer Belgische records terugpakken. Maar als iemand even een week niet gaat roken, doe het die week, weet je wel. Doe het gewoon. Ja, Giel, misschien ga ik wel even een keer luisteren of zo.
Ja, precies. 3FM.